Hallo iedereen, welkom in een nieuwe video. Ik ben Lindsay, ik ben transformatiecoach, healer en ik ben ook een channeler. Dus dat betekent dat ik heel makkelijk boodschappen en informatie ontvang. En dat gebruik ik om jullie op de hoogte te brengen. En een van de dingen waar ik het afgelopen weekend meermaals aan herinnerd werd door mijn team, is eigenlijk de crisis waar we allemaal voor gewaarschuwd worden. Waar we allemaal eigenlijk een stukje voor voorbereid worden, maar vanuit een hele geniepige negatieve manier. En daarom dat vandaag eigenlijk in deze video jou daar een aantal zaken wil in meegeven, zodanig dat je zelf de keuze hebt, zelf de verantwoordelijkheid terugkrijgt om zelf te kiezen welke realiteit dat je wilt gaan ervaren tussen nu en zeker volgend jaar eind tot eind maart. Vanaf maart gaan we dan zien dat dingen wat weer gaan meer gaan stabiliseren en dingen wat rustiger gaan worden. Nu, toen dat in 2019 eigenlijk een stukje we ook werden voorbereid, maar niet zo zoals dat we nu zien in het materiële, dus het fysieke en de herstructurering van de maatschappij. Dan werden we plots eigenlijk in het begin, ik denk maart ergens 2020 of zoiets hier toch in België, of hier in deze contrain, werden we eigenlijk plots van de ene moment op de andere moment volledig onze vrijheid ontnomen. Nu, wanneer je wel al wakkerder bent, dan ga je doorhebben dat wat er nu verder aan het gebeuren is, dat dat eigenlijk gewoon de volgende fase is in de herstructurering van onze wereld. En dan gaat het niet alleen over banksystemen, niet alleen over het onderwijs, niet alleen over gezondheidszorg, maar echt over alles. Over alle dingen waar dat we ooit als normaal hebben gezien, waar dat we een valse vorm van veiligheid uitgehaald hebben, dat gaat allemaal één voor één op de val komen te staan. Hè. Gaan wankelen. Sommigen gaan gewoon helemaal failliet gaan niet meer functioneren. Er gaan inderdaad vormen van crisis getoond worden en zichtbaar zijn in de realiteit. Maar hoe kan je nu invloed hebben op die crisis dat we eigenlijk ook allemaal collectief gaan voelen? Want meer en meer gaan we zien dat we collectief geduwd worden. Dus individueel ga je hier en daar wel aan mensen zien dat hun wereld in elkaar stort, dat er dingen gebeuren waar ze misschien wel al niet hebben zien aankomen. Misschien enorm niet bewust, maar als ze gaan terugkijken naar wat er allemaal geweest is, dan gaan ze al duidelijk heel veel verschillende signalen gekregen hebben, maar niet geluisterd hebben. Dus dan blijft dat gewoon opbouwen, 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 totdat eigenlijk druk echt veel te hoog wordt, dat eigenlijk wat gevoel krijgt en mijn mes op de keel gezet wordt, dat je niet anders kan dan keuzes maken. En dat is eigenlijk hetgeen wat we nu collectief gaan zien. Dus als je kijkt naar vorige video's, zodat ik verteld heb over wat er gaande is, dan is eigenlijk 2022, nu dat we stilletjes naartoe gaan gaan, 2023 en dan uiteindelijk 2024, met de uitloop, waarin dat we dus veel meer in die stabiliteit weer gaan komen tot 2026. En dat is begonnen in 2019. En hoe komt dat? Dat komt eigenlijk onder invloed van de energie van Uranus. Uranus is de planeet van verandering. Je kunt dat volledig ook astrologisch allemaal opzoeken, wat dat allemaal betekent. Maar wat ik wil dat je begrijpt, is dat eigenlijk Uranus staat in het teken van stier. En dat is begonnen ergens in 2019. Ik denk ergens in het voorjaar, ook maart, zoiets. 2019. En gaat nog tot 2026 in dat teken stier blijven. Stier is verbonden met aarde. Aarde is verbonden met 3D, is verbonden met materie. Maar tegelijkertijd is dat ook een heel traag teken. Dus heel traag, langzaam. Maar waarom is dat? Dat is eigenlijk om veranderingen op de lange termijn, die zouden blijven. Dus eigenlijk zeggen ze van, laat iets natuurlijk ontstaan. En dat is hetgeen wat nu gaande is. Dat eigenlijk al sinds 2019 gaande is. Dus als je even heel snel met mij meerekent, 2019 tot 2026, 2023 zitten we midden in die verandering. En dat maakt natuurlijk dat we eigenlijk, zoals hij zegt, ofwel op het laatste van door dat geboortekanaal geduwd worden, collectief gezien, of de mes op de keel, collectief gezien, of wat dan ook. En dat zie je hier en daar al veranderen. Mensen beginnen andere keuzes te maken. Zeker de mensen die al wakkerder zijn, die weten wat er gaande is, die weten waar we naartoe gaan. Die maken andere keuzes. Ze gaan op een andere manier winkelen. Ze gaan op een andere manier hun leven leiden. Ze gaan op een andere plaats gaan wonen. Ze gaan de relaties op een andere manier neerzetten. Ze gaan hun kinderen thuisonderwijs gaan geven. Waarom vaak?
omdat ze niet hetgene vinden in het huidige reguliere onderwijs. Of ze gaan kiezen voor alternatieve scholen, zoals Frenet, Steiner en noem maar op. Dat zijn eigenlijk allemaal tekenen dat er dingen aan het veranderen zijn. Maar let op, wat ik zie gebeuren is dat er heel veel video's en content ook verspreid wordt door mensen die in die wereld ook zitten, maar die nog niet zo spiritueel ontwaakt zijn, dus nog niet vanuit dat hogere bewustzijn eigenlijk dingen, informatie meedelen. Zeker niet meer wanneer je mensen volgt rond financiële vrijheid, rond lostrekken vanuit die 3D. Daar ga je merken dat ze boodschappen verspreiden in de zin van je moet je voorbereiden op een total, hoe noemen ze dat? Dat iedereen aan de bank loopt en iedereen zijn geld afhaalt. Je moet je voorbereiden op het feit dat er geen voedsel meer beschikbaar gaat zijn. Je moet je voorbereiden op torenhoge prijzen en energieën en wat dan ook. Kijk, ik heb daar voor mezelf over gevoeld. Ik heb daar raad gevraagd aan mijn team. En dat is de reden waarom ik nu deze video maak. Wanneer dat je verbindt met de buitenwereld, vanuit je zonnevlecht, dan is dat eigenlijk wel altijd vanuit je wilskracht, vanuit een stukje controle. En dat is hetgeen wat we heel lang altijd gedaan hebben. De wereld proberen te controleren. Waarom vanuit macht? Dat is hetgeen waar de maatschappij eigenlijk op gebouwd is. Dat is de manier waarop dat we geld behandelen, gebruiken. Dat is de manier waarop dat werken. Dat is de manier waarop dat onderwijs, het gezondheidssysteem, de medische wereld, dat is de manier waarop dat allemaal vormgegeven is. En dan is dat stukje die aan het veranderen is. Net zoals wat we individueel gezien evolueren van een ego-gestuurd bewustzijn, dus vanuit je emoties, je gedragingen, je overtuigingen, je conditioneringen, naar een hartgedragen bewustzijn, waarin je vanuit verbinding met je ziel, vanuit je hart, vanuit je authentieke zelf, keuzes aan je leven vormgeeft. Die verschuiving zien we nu ook collectief gebeuren. Dus dat betekent dat we ook collectief gezien andere keuzes moeten gaan maken. En dus niet meer vanuit winstbejag. Niet meer dus ons geld op banken zetten die enkel en alleen maar voor hun eigen winst keuzes gaan maken en investeringen gaan doen en leningen geven aan chemische bedrijven of bedrijven die ten koste van, je snapt wat ik bedoel. Dus daar maak bewuste keuzes. En oké, en dat gaat inderdaad ervoor zorgen dat hoe meer mensen die andere banken gaan kiezen, dat bepaalde oude structuren van banken, en ik ga nu bewust geen namen noemen van banken, als je dat wilt weten, welke dat je wel beter kiest, kom in begeleiding, dan ga ik je zeker daarin ook op weg zetten. Maar als je een beetje onderzoek doet, dan vind je alles terug op internet. En dus dan is dat heel logisch dat wanneer dat, kijk, als er 100 mensen zijn en de 100 mensen zaten eerst bij bank A en dan zeggen die met 100 mensen, ja, maar we zien nu dat het eigenlijk een hele corrupte bank is, dat niet ten gunste van de klant is, niet ten gunste van het hoogste goed voor iedereen en de aarde. En we gaan nu naar bank Z. Bank Z is wel milieubewust, bank Z gaat niet zomaar aan iedereen leningen uitgeven, gaat echt de klanten screenen. Dan is dat logisch dat plots bank A zonder klanten zit en dat die failliet gegaan. Dus ook daar kies heel bewust voor de banken. Kies heel bewust waarom je welke keuzes maakt voor je kinderen en naar welke school, welke onderwijs. Zeker nog tot 2029 gaat het klassieke onderwijs ook aan die veranderingen onderhevig zijn. Ook de manier van werken. Niet iedereen moet een baas zijn of moet zijn eigen baas worden, zoals ik ben bijvoorbeeld. Dat is ook niet de bedoeling. Maar werk samen en zit je in een werk dat je voelt, dat je ziel langs alle kanten toont met fysieke klachten, emotionele klachten, mentale onrust, van dit is mijn plek niet meer. Alsjeblieft, laat die werkgever dan los. Het is maar pas wanneer je ruimte maakt en dingen loslaat, dat er nieuwe dingen op je pad kunnen komen. Ook in relaties, net hetzelfde. Wanneer dat je blijft vasthouden aan oude dingen, gewoon omdat het jou een zekere vorm van veiligheid geeft, omdat dat hetgeen is wat je doet, omdat dat hetgeen is dat iedereen doet, guess what? Wat dat de komende maanden gaat gebeuren, die druk gaat altijd maar hoger en hoger en hoger en hoger en hoger zijn en je hoofd gaat gewoon gesqueezed worden, gelijk een appelsien en een sinaasappelpers. En dan gaat er alles uitkomen, maar je wil niet wachten tot op dat punt komt, want dan gaat het echt een hele pijnlijke geboorte, hergeboorte zijn.
Dat willen we niet, dat wil je niet. Je hebt nu de keuze, nu heb je de moment. En ik ga niet zeggen dat je het nu moet doen. Je kunt het volgende maand ook doen. Je kunt het in december ook nog doen. Je kunt januari, februari, maart of zelfs daarna ook nog doen. Maar de omstandigheden zullen helemaal anders zijn. Dus wacht niet te lang. Neem nu de kans om je leven te gaan veranderen. En dus dan is het antwoord dat ik wil geven op hoe kun je invloed gaan hebben op een crisis die eigenlijk collectief gevoeld wordt, waar je het gevoel hebt van ben hier onderhevig aan en ik kan hier niks aan veranderen. Hier, je mind, je keuzes. Wat denk je, wat kies je dat je wilt ervaren? Ik ga geen last hebben van die crisis. Ik ga geen last hebben van die veranderingen. Nee, ja, ik ga misschien meer betalen, maar dat maakt niet uit, want geld komt altijd terug. Overvloed wordt niet bepaald aan de hand van hoeveel dat er op je bankrekening staat. Want ook dat is weer een illusie. Overvloed wordt bepaald van hoe dat je jou voelt. Hoe vaak in een dag voel je jou gelukkig? Hoe vaak in een dag voel je je vervuld? Hoe vaak in je dag zit je te gieren van het lachen en het plasje binnen je broek, omdat het echt hilarisch is? En oké, er zijn momenten en dagen dat ik ook zit met de tranen in mijn ogen, dat ik ook het eventjes niet meer weet, dat er ook mist in mijn hoofd is. Maar dat zijn de momenten die, hoe hoger dat je in die energie zit, hoe korter dat die duren. Omdat energie eigenlijk, als je het zou uittekenen, lage energie, die gaat heel traag. Dus dat betekent wanneer je in een hoge energie zit, ga je dat eventjes inzetten. En dan ga je weer naar beneden. Maar dat betekent ook dat je veel langer in die lagere energie zit, vooral je eruit komt. Waardoor dat je uiteindelijk dit doet, een spiraal naar beneden. Altijd maar lager en lager en lager energie, totdat je uiteindelijk volledig uitgeput, uit opgebrand, je relatie is suk, je werk is ook niet meer het liefste, hoor dat ik zou zeggen, nu mogen we dat niet doen. Maar je snapt de bedoeling. Wanneer je in hogere energie zit, dan zijn er ook nog van die lagere momenten. Maar het gaat zo. Waardoor dat eigenlijk de constante veel meer een stabielere staat van zijn is. Je zit ook van die hoogtes, maar ook van die laagtes. Maar gaat er veel sneller doorheen. En dat is het verschil wanneer je helemaal in het begin zit van die groei. Wanneer je helemaal in het begin zit van het proces van je transformatie. En dat is hetgeen waar je eventjes doorheen moet. En daarom is het belangrijk om je te laten ondersteunen. Om hulp te zoeken. Is dat nu van een psycholoog of een therapeut of een andere coach of wat dan ook? Het maakt niet uit. Maar zorg dat iemand is die jou kan helpen met de dingen waar je tegenaan loopt. Die niet jou constant bevestigt in je slachtofferstuk, want dat ben je niet. Je bent geen slachtoffer. Je hebt de keuze om daaruit te stappen. Je hebt de keuze om net te doen zoals ik doe, om je leven vorm te geven vanuit je hartcentrum, vanuit dat hartgedragen bewustzijn, vanuit dat hogere bewustzijn. Maar dat vraagt om los te komen van die conditionering. Om jezelf te zuiveren van alle conditionering. Zodanig dat je meedogenloos, zonder excuses, gewoon jezelf wordt. En van daaruit elke dag je leven vorm kan geven. Ongeacht wat er collectief aan het gebeuren is. Dat is de keuze die je nu te maken hebt. En als jij wilt een eigen invloed hebben op de crisis dat ze collectief proberen te plaatsen op ons. Dat ze proberen te creëren. Of als excuus de oorlog of de COVID of wat dat dan ook maar geweest is. Guess what? Nee, dit alles waar we nu doorheen gaan, is ook weer een deel, gewoon een volgende fase in het wakker worden van het collectief, van de grotere wereld. Maar daarin heb jij de keuze. Je bent geen slachtoffer. Je hoeft niet plots bankroet te zijn of voor lege rekken te staan in de winkel of een hele voorraad eten aan te leggen voordat je maanden weg kan. Als dat hetgeen is dat jij gelooft, dan ga je dat manifesteren en dan jij dat ervaren. Maar als jij dat niet gelooft en je laat dat niet toe in jouw realiteit, in jouw energie, in jouw bewustzijn, dan ga je dat ook niet ervaren. Dat is net hetzelfde met de gezondheidscrisis. Ik zal het zo zeggen, van 2020 tot het stuk nu eigenlijk. Zolang dat jij niet meeging in de angsten die daar allemaal rond verspreid waren via media en wat dan ook, en heel de vaccinatieverhalen nadien, dan had alles wat er gebeurde omheen in het collectief geen invloed op jou. Jij bent een soeverein wezen. En oké, we zijn allemaal één, maar tegelijkertijd is jouw energie zodanig beschermd dat enkel hetgeen wat je toelaat in jouw energie, zijnde via je emoties, zijnde via jouw gedachten, dat is hetgeen wat je gaat manifesteren. Dat is hetgeen wat je gaat aantrekken. Want dat wordt je punt van aantrekking. Dat wordt je punt van focus, van manifestatie.
En ik heb het al vaak gezegd, we denken altijd van het zijn de emoties die we moeten helen. Het is, ik moet mij beter voelen, ik moet mijn lichaam helen. Nee, begin met je gedachten. Begin met je energie. Begin met de keuzes die je maakt. Want dat is veel lastiger en veel uitdagender. Die gedachten, die verwachtingen, die patronen, de dingen die zodanig vastgebakken zitten in ons systeem. Al eeuwenlang, die gewoon van kind op kind op kind op kind op kind doorgegeven worden. Zelfs ziektes. Denk maar aan kanker bijvoorbeeld, hè, waarin dat er in je familielijn een historie is of een geschiedenis van een bepaalde soort kanker. Denk eens na. Dat heeft niks te maken met je fysieke lichaam. Dat is iets die in de energie doorgegeven wordt, een patroon die geërfd wordt. En zolang dat jij de wortel daarvan niet aanpakt, zijnde op mentale, emotionele of energetische, dan ga je dat inderdaad blijven doorgeven. Totdat er één ziel is die zo dapper genoeg is om dat stuk, die wonder, die zelfs niet van hem of haar is, maar die ooit helemaal lang geleden ontstaan is, om dat te gaan healen, pas dan gaat al het nageslacht vrij van zijn. En dat is iets wat mijn moeder voor ons, ik en mijn zussen en mijn broer en al onze kinderen, mijn moeder heeft één zo'n ding geheeld. En dat kan je ook, als dat is dat op je pad komt. Angst is één van de ergste ziektes van deze tijd. Angst voor verandering. Angst voor verantwoordelijkheid te moeten nemen van dingen waar we zelfs niet weten dat dat iets van ons is. Maar als het op je pad komt, kijk het aan. En vraag gewoon aan jouw team om het te transformeren. Vraag om te tonen wat jij te doen hebt. Vraag wat dat is dat je mag zien. En let op dat je niet in die vicieuze cirkel van een valse ontwaking terechtkomt. Dat je denkt dat je spiritueel bent. Dat je denkt dat je zelf aan het healen bent, maar dat je eigenlijk dit aan het doen bent. Dat je zelf blaasjes aan het wezen maken bent. Een van mijn taken is om informatie te channelen, net zoals ik hier aan het doen ben. Een van de taken van mijn missie is om de mensen een spiegel voor te houden. Om te spiegelen waar dan hun schaduwen zitten. Om te tonen hoe dat anders kan. Maar ik kan het niet voor jou doen. Dat is jouw verantwoordelijkheid. En als jij nu ergens iets eenie mini klein ding hebt in jouw leven waar je niet volledig tevreden over bent, waar je niet volledig achter staat, kijk dan wat dat eronder zit. Wat wil dat jou zeggen? Stel dat je financiën niet zijn zoals dat ze moeten zijn. Wat wil dat jou zeggen? Wat maakt dat jij de overvloed, de stroom van overvloed, die er voor iedereen, ook in Afrika, want ik ben ook daar een aantal mensen aan het begeleiden en aan het op weg aan het zetten en dingen aan het leren. Iedereen op aarde beschikt over dezelfde, sorry, ik ging iets zeggen dat ik weer niet moest zeggen, maar over dezelfde mogelijkheden. Alleen worden we constant verteld dat dat niet zo is. Overvloed is er voor iedereen. Overvloed is er elke dag opnieuw. Ja, maar Lindsay, nee. Niks ja maar. Dat is enkel alleen omdat jij dat toelaat in jouw energieveld. Omdat jij dat toelaat als een mogelijkheid in jouw realiteit. Aanvaard niet wat je niet wil aanvaarden. Of niet wil ervaren. Dat was het. Kies heel bewust. En daarom, als je voelt dat je er klaar voor bent, werk met mij samen en met mijn team. Mijn menselijke team bedoel ik dan. Ik heb ook een spirituele energetische team, dat weten jullie ondertussen al. Maar ik heb ook ondertussen coaches die met mij samenwerken, omdat we zoveel mogelijk mensen willen op weg zetten. Omdat we zoveel mogelijk mensen willen helpen, loodsen doorheen deze grote collectieve veranderingen. Het is scary, het is echt beangstigend. Ik weet het. Ik weet het. Ik stond ooit waar jij stond, net zoals de mensen die met mij samenwerken. Die coaches zijn ook mensen die niet wisten waar ze aan begonnen zijn op het moment dat ze met mij samen zijn beginnen werken. Maar die nu wel meester zijn van hun eigen leven. En dat is hetgeen waar ik wil dat iedereen wordt. Meester van je eigen leven. Zodanig dat je hier komt doen wat je wilt doen. Want leven vanuit je hartcentrum, dat is de enige ware magneet voor overvloed. Dat is het enige wat je nodig hebt. Die verbinding met je ziel, met jouw hart. Die je wil. Die anders vanuit de zonvlecht en van controle en vanuit angst en vanuit schaduw komt. Nee.
die wel gaan gebruiken vanuit het diepste van jezelf, vanuit je hart. Want dat is wanneer dat je in afstemming bent met je ziel. Dan gebruik je je wilskracht. Je ego gaat te gaan werken in ten dienste van jezelf. Je authentieke zelf. Je diepste kern. Je energie. En daarom heb ik het groepstraject gemaakt. Of het traject met de vlammen gemaakt. Het heet eigenlijk zelfrealisatie vanuit het hart gedragen bewustzijn. Waarom? Omdat je jezelf moet leren realiseren in dit fysieke leven. Dat is de enige reden waarom je hier rondloopt op dit moment trouwens. Om jezelf, je authentieke energie, dus volledig gezuiverd van al die conditionering, nu vorm te geven in deze wereld. Want dat is het stukje dat we nu nodig hebben in die collectieve verandering. En als jij jouw talenten niet gebruikt, hoe denk je dan dat we uiteindelijk gaan slagen in die veranderingen, in die globale grote veranderingen? Hoe gaan we andere leiders gaan kiezen als we allemaal hetzelfde gewoon blijven zitten in ons hokje? Vanmorgen had ik mijn kinderen afgezet en ik passeerde, ik moest nog iets posten voor een van mijn klanten. En ik wil wegrijden en er komt een auto helemaal heel supersnel aangereden. Die man stapt uit en die duwt een oudere man. En ik was echt verbouwereerd, omdat ik totaal, één, ik had het niet zien aankomen en ik wist totaal niet wat er aan de hand was. En ik ben blijven staan om te kijken van wat gebeurt er, wat escaleert dat hier, is dat iets, een familieruzie of hoe dan ook. Maar hoeveel mensen die gewoon niet doen alsof dat hun ogen, of dat ze niks zien? Not my kind of shit, niet mijn drama, ik ben hier weg. Waar gaat het heen met de wereld? Kijk, als jij aangevallen wordt, zou je ook willen hebben dat mensen helpen. Dus op dat moment kan je gewoon ook vragen van alles oké? Okay? Je hoeft niet altijd alles te weten, maar je kan wel liefde tonen. Je kan wel je zorgzaamheid tonen. En dat begint in eerste instantie met jezelf. Dus daarom, lieve mensen, het is tijd. Tijd dat als jij nu niet gelukkig bent, als jij niet volledig in je kracht staat, als jij niet weet wat je wilt, als jij niet weet wie je bent, om eindelijk en in eerste instantie in jezelf te gaan investeren. Investeer niet in beleggingen. Investeer niet in een huis. Investeer niet in iets materieels. Want die dingen gaan allemaal veranderen. Investeer in jezelf. En dat is de beste investering die je ooit gaat maken. Daarom is traject, dat groepstraject, traject met de vlammen, om het heel eenvoudig te noemen, daarin gaan we op een hele krachtige manier samenwerken. We gaan in dialoog. Er is ruimte voor jouw stukken. Want dat is superbelangrijk, zeker in deze dagen. Dus het is geen anoniem groepstraai online traject. Er is echt ruimte voor jezelf. Zeker als je dan ook kiest voor de extra individuele ondersteuning. Maar ook dat is vrijblijvend. Het is volledig jouw keuze, jouw verantwoordelijkheid. Want daarin gaan we dus op een diepere manier uitleggen. Zodanig dat je eigenlijk een duidelijk en overzichtelijk begrip hebt van wat dat betekent om jouw authentieke gezondheid te leven. Zodanig dat je de juiste manier gaat vinden om overvloed te creëren, om geld te creëren en om ook die betere relaties aan te trekken aan en te vormen als dat in de relatie is dat je wel wenst te behouden, als het bedoeld is om te blijven in je leven. En wanneer iedereen hoeft uit ons leven te smijten. Dat kan, maar dat hoeft niet, dat hangt ervan af. Maar zodanig dat je ook die levensstijl kan gaan leven die volledig resoneert met jouw authentieke energie. Want dat is hetgeen wat we bedoeld zijn hier te doen. Dat is de reden waarom dat we naar de aarde komen als een leerschool. Want alles wat je in realiteit dan gaat gaan zien, is een weerspiegeling van de waarheid van wie dat jij bent. Maar als jij niet vanuit jouw eigen authentieke waarheid leeft, dan gaat het leven dat je leidt ook niet jouw leven zijn. Dan gaat dat slechte kopie zijn van iemand anders zijn leven. En dat willen we niet. Dus doorheen dat traject, dat loopt over 9 weken, waarin dat er ook wekelijkse live sessies zijn, waarin dat ik live kom. Op dinsdag voormiddag is dat. Er zijn ook 2 weken waar dat er geen is, omdat we wat pauze inbouwen. Heel bewust ook. En daarin krijg je de sleutels, zodanig dat je weet hoe dat je een grotere welvaart, hoe dat je een betere gezondheid op elk vlak in je leven kan gaan creëren, vanuit die afstemming met jezelf. Er zijn verschillende transmissies die jou in die groei zetten. Er gebeurt heel veel in die 9 weken en dat stopt ook niet na 9 weken. Dat verloopt verder door natuurlijk. Maar dus, je zuivert elke keer een laagje meer. Iedere keer
Zuiver jezelf meer van alle conditionering. Zodanig dat je, zoals ik al gezegd heb, meedogenloos, zonder excuses, zonder scrupules, gewoon authentiek jezelf kan zijn elke dag, elke seconde in alles wat je doet. Om van daaruit uiteindelijk dan elke dag ook je leven gewoon vorm te geven. En dat is hetgeen wat we diepste in onszelf willen. We willen vrijheid, we willen liefde delen en we willen gelukkig zijn. En al die andere materiële dingen, dat is leuk, dat is fun. Maar daar gaat het niet over. Dat weet jij en dat weet ik ook. Dus, als jij klaar bent voor die echte, echte diepe verandering, en je hebt nog nooit met mij samengewerkt natuurlijk, of je hebt nog nooit de traject met de vlammen gevolgd, of je weet niet hoe je met de vlammen werkt, dat is uiteindelijk het belangrijkste. Please, alsjeblieft, ik ga niet smeken, want als je er klaar voor bent, dan voel je het gewoon en dan ga je ook niet twijfelen. Maar het is zo belangrijk om in jezelf te investeren. Ik zeg het, je hoeft zelfs niet met mij samen te werken. Daar gaat het zelfs niet over. Het gaat erover dat je investeert in jezelf. Dat je kiest voor jezelf. Dat je eigenlijk komaf maakt en stopt met al die domme excuses. Ja, maar oh, ik heb geen tijd, hè? Ik wil geld. Nee, dat zijn allemaal gewoon externe omstandigheden die gewoon jou weerhouden om in jouw kracht te stappen, om in jouw licht te stappen. En je verdient zoveel meer. Oh, ik word er zo van. Maar ik denk dat de boodschap al duidelijk is. Als het gaat over de crisis, laat je geen blaasjes wijs maken. Wees slimmer dan dat. Wees wijzer dan dat. En kies zelf welke realiteit je wilt ervaren. Kies zelf op welke tijdslijn je gaat stappen. Kies zelf welk leven je wilt vormgeven. Want dat is de kracht, de ware kracht die je bezit. In ieder geval, wat je ook beslist, ik hoop dat dit echt een wake-up call was voor degenen die niet wakker waren. Ben je wel al wakker en vond je dit een waardevolle boodschap? Dan zou ik het super fijn vinden als je een like geeft, maar ook als je deelt, zodanig dat we zoveel mogelijk mensen bereiken. Want het is echt belangrijk dat we. Dat er wakkere mensen zijn die hun mond durven open te doen en die de mensen helpen mee wakker te schudden. Want ik zeg het, we zijn al bezig van 2019. Dat is 3 jaar. En we gaan nog verder tot 2026 in die collectieve verschuivingen. Excuseer, in het loslaten van angsten dus. En dan gaan we nog een stukje verder tot 2033, 34. Maar die laatste jaren zijn er echt bedoeld om die grotere systemen meer en meer te integreren. Om meer en meer echt dingen te gronden hier op de aarde. Dus nu is het belangrijk om die nieuwe structuren vorm te gaan geven. Om als je ideeën hebt, om daarmee naar buiten te komen. Want dat is zo super, super, super belangrijk. Zo, dat was het. Ik ga deze video uploaden. En ik heb ook een nieuw leuk idee voor andere video's dat ik ga doen. Voor dus oktober, november, december ga ik Zodiac-video's maken. En daarin gaan we eigenlijk 3 topics bekijken. Wat dat je gaat exploren, dus gaan ontdekken. Wat dat je over gaat dromen, wat dat iets is, een boodschap met betrekking van je dromen. En wat dat je gaat ontdekken, dus discover. Dus explore, dream, discover. Dat is eigenlijk ook iets. Ik ga misschien eens tonen van waar ik op dat idee kom. Dat is eigenlijk ook iets dat op mijn naamkaartje staat. Explore, Dream, Discover. Dus dat zijn eigenlijk drie topics dat we gaan doen voor de verschillende zodiacs. En ik ga die proberen deze week allemaal online te krijgen. Ik ga ook zo dadelijk nog de video maken rond mannelijke en vrouwelijke energie. Kijken wat er daar gaande is, want ook daar is er van alles gaande. En dus als je zelf een reading wenst via mij of een van mijn collega's, coaches die met mij samenwerken, dan kan je me gerust een berichtje sturen en dan ga ik je kijken wie dat er jouw beste en snelste kan op weg zetten. Zo, dat was het voor nu. Ik ga mij een glas water halen en dan op naar de volgende video. Dag!